Ik ga het hebben over de zogenaamde cognitieve wetenschap van religie, de Cognitive Science of Religion. Dat is een relatief nieuwe discipline. De eerste teksten in boekvorm erover, met verwijzing naar het begrip, dateren van de jaren 90, maar het is toch pas in de jaren 2000 dat het academisch begint door te breken, dat er congressen en studiedagen beginnen ontstaan enzovoort. Dus wat ik zal proberen te doen is om u op basis van de lectuur die ik heb gedaan van de belangrijkste, denk ik dan, auteurs en onderzoekers binnen dat relatief nieuwe vakgebied, dat zich dus bezighoudt met de wetenschappelijke studie van de vraag wat is religie, maar in het bijzonder waar komt religie vandaan? Hoe kunnen wij dat begrijpen, dat er zoiets bestaat als religie? Ik zal dus proberen om u dat voor te stellen, ervan uitgaande dat u daar nog niet zo geweldig veel van af weet. Goed. Nu, eerst wil ik u, voor zover dat nodig is, een idee geven van hoe vreemd religie eigenlijk is. Dat is een merkwaardig fenomeen, al bij al. En wij zijn natuurlijk mensen die met religie vertrouwd zijn. Het is overal rondom ons, je kunt daar niet naast kijken. Het is een beetje zoals de vis die het water niet ziet, dat is zo vanzelfsprekend. Maar al bij al, als je er een beetje over nadenkt, dus als je een beetje afstand neemt, dat is wat ik u nu probeer te vragen, dan is religie een bijzonder merkwaardig fenomeen. Stel dat de aliens landen op aarde en ze komen bij ons terecht, de menselijke soort. Er zijn vele miljoenen andere soorten, maar bon, wij springen er misschien toch wel een beetje uit. En ze vragen zich af wat voor wezens zijn dat eigenlijk, die mensen. Dan denk ik dat het feit dat wij religie kennen hen toch zo opvallen. Stel dat ze iets dergelijks zien, de Hajj in Mekka. Dat is toch een raar iets. Als ze aan die mensen daar zouden vragen, leg mij dat eens uit. Wat doen jullie daar? Wat is daar eigenlijk aan de hand? Dan kunnen ze daar wel een uitleg over geven, natuurlijk. En wij mensen onderling, ook als je geen moslim bent, ook als je niet aan die Hajj zou deelnemen enzovoort, je hebt daar als mens wel een idee van waarover dat gaat. Maar hoe zou je dat uitleggen aan intelligente buitenaardse wezens die, daar ga ik even vanuit, religie niet kennen. Het is dus alomtegenwoordig. Dit is het Sint-Pietersplein in Rome. Dit is misschien de meest veelzeggende foto. Dit is een foto vanuit de ruimte genomen, 680 kilometer afstand, zoals u ziet, van de Kumbh Mela pelgrimstocht. Dat is een hindoeïstische pelgrimstocht die om de 12 jaar gehouden wordt. En die donkere vlek die u daar ziet, dat zijn tientallen miljoenen mensen. Die dus om de 12 jaar daar allemaal samenkomen om te baden in de Ganges enzovoort en hun ding te doen. Als je aan die mensen zou vragen, wat gebeurt hier eigenlijk? Waarom zijn jullie hier met zoveel tientallen miljoenen samen? En waarom willen jullie per se allemaal in de Ganges baden? Dat is zelfs gevaarlijk, want het is zo vervuild door al die miljoenen mensen enzovoort. Dan kunnen zij daar wel een uitleg over geven, opnieuw. Maar de diepere reden ontgaat hen waarschijnlijk zelf. Dus waar ik naartoe wil, is de vraag stellen, wat is hier eigenlijk de meest fundamentele vraag die we over religie kunnen stellen? En ik denk dat de onderzoekers binnen de Cognitive Science of Religion, cognitieve wetenschap van religie, dat misschien voor het eerst eigenlijk in de lange geschiedenis reeds van een studie over religie, misschien voor het eerst dat goed begrepen hebben. Er valt veel voor te zeggen dat het een van de oudste typisch menselijke fenomenen is. Ja, de vraag of je iets religieus bij andere dieren vindt, daar ga ik hier nu niet op ingaan. Maar er zijn wel aanwijzingen archeologisch, dat misschien zelfs al de Neandertaler, en dan kunnen we ervan uitgaan dat het ook bij onze soort aanwezig is en dan al veel vroeger teruggaat, toch reeds vormen van religieus gedrag en misschien religieuze opvattingen vertoonde. Er is bijvoorbeeld een graf gevonden dat, en goed bestudeerd, dat gedecoreerd lijkt te zijn. Het is allemaal een beetje speculatief natuurlijk, want het is niet omdat er bijvoorbeeld bloemen in een graf te vinden zijn in de prehistorie, dat je dan onmiddellijk moet redeneren, ah, men gaf bloemen mee aan de overledene,
om mee te nemen in het hiernamaals enzovoort, dat is natuurlijk allemaal wat speculatief. Maar goed, er zijn studies over prehistorische religie. Het leidt geen twijfel dat religie ouder is dan het ontstaan van het schrift natuurlijk. Dus in die zin, en die letterlijk betekenis dus prehistorisch is. Het kwam niet zomaar uit de lucht gevallen. We moeten natuurlijk nadenken over de vraag, ja, wat bedoelen we dan met religie? Ik zal daar zo meteen wel iets meer over zeggen. Maar kijk, wat u hier ziet, dat zijn gekende archeologische kunstwerken, noem ik het nu maar, die je dus vindt in grotten in Europa. En vergelijkbaar ook van latere datum in andere delen van de wereld. Ook de aboriginals, dat gaat natuurlijk ook al 10.000 jaren terug in Australië, kennen dit soort artistieke expressie, laat ik het zo noemen. U ziet daar links een bekende afbeelding, 15.000 tot 20.000 jaar oud, half menselijk, half dierlijk, een therianthroop heet dat. Ja, wat betekent dat? We weten dat niet goed. Misschien is dat een masker van een sjamaan of zo. Maar als dat zo is, dan verwijst dat toch ook al naar een vorm van religie. Rechts ziet u handenafdrukken. Daar is veel over geschreven. Die komen overal voor waar je prehistorische kunst vindt. Dus de behoefte van mensen om een handafdruk te maken is blijkbaar heel erg sterk geweest. Misschien is dat nu nog zo. Je kunt dat een vorm van graffiti noemen, maar het kan ook veel meer betekenen. Er zijn studies die beweren, ja, dit is een soort contact met de spirit world, met het hiernamaals, met de voorouderlijke zielen. Dus het zegt iets over de voorouder-cultus enzovoort. We weten daar natuurlijk weinig over met zekerheid. Maar er zijn wel intrigerende aspecten aan verbonden. Zo bijvoorbeeld valt op dat verschillende handafdrukken, en dat zijn eigenlijk negatieven als het ware. Men legt de hand op de grot of rotswand en waarschijnlijk spuwt men er verf rond en dan neem je je hand weg en dan heb je dus een negatieve afdruk. Wat wel opvalt is dat verschillende handen vingers missen. En er is een intrigerende recente theorie die zegt, ja, het zou kunnen dat dus reeds in de prehistorie mensen vingers offerden. Dus bewust afsneden of afknipten of lieten afknippen. Dat kan als straf geweest zijn, dat kan voor groepsidentiteit geweest zijn. Maar men vermoedt ook dat het als een soort offer was tot naar boven natuurlijke wezens toe. Dus een soort religieus symbool zou kunnen zijn. Het is bekend ondertussen dat dit zelfs voorkomt in 121 culturen, ook in onze tijd nog. Er is een volk in de Balimvallei in Papua, de Dani, en die doen het eigenlijk tot op heden. Dus dit zijn vrij recente foto's. Vrouwen, telkens er iemand overlijdt, wordt er een vinger geofferd om wat wij zouden kunnen noemen ritueel religieuze redenen. En dat gebeurde dus reeds in de prehistorie. Veralgemenend, het idee van een offer brengen is een veel voorkomend fenomeen, een universeel menselijk fenomeen. Roept natuurlijk de vraag op, ja, wat is dat eigenlijk? Waarom doen mensen dat? Wat betekent dat? Als je iets offert, waarvoor en voor wie of wat dan? Een van de interpretaties, en daar zal ik later in de lezing nog op terugkomen, is dat het een hard-to-fake signal is. Dus als je een signaal wil geven, is bijvoorbeeld een vinger afsnijden of laten afsnijden, ja, een moeilijk te faken signaal. Dus dat maakt wel wat duidelijk. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de besnijdenis die wij kennen, maar allerlei andere vormen van offeren. Je kunt natuurlijk iets offeren naar een god of de goden of het bovennatuurlijke. Maar het geeft meteen ook de functie dat je het meent. Dus dat je tot de groep wil behoren, loyaal wil zijn. Dat je een authentiek lid van de groep bent enzovoort. Dus ik zeg u dat maar een beetje ter opwarming. Het zijn dit soort overwegingen die ik gaandeweg zal maken. En in de bredere context van de cognitive science of religion zal plaatsen. U weet natuurlijk het beroemde verhaal
van Abraham die zijn zoon zelfs zou offeren. Maar God kwam dan tussen en er mocht dan een ram geofferd worden in de plaats. Ik hoef je niet uit te leggen welk belang dit verhaal heeft voor de monotheïstische religies, in het bijzonder in onze tijd, denk aan de islam, maar niet alleen natuurlijk de islam. Dus het idee van een offer brengen is een zeer fundamenteel iets. We vinden het evengoed in totaal ongerelateerde culturen, historisch. De Azteken brachten heel veel offers, vrij gruwelijk. Tienduizenden mensen zijn waarschijnlijk geofferd, zoals u weet, aan de zonnegod. Maar natuurlijk ook Jezus, centrale figuur in het christendom, niet zozeer de stichter van het christendom, dat was Paulus, maar goed. De kruisdood in elk geval van Jezus is het centrale punt en dan de vrijsnis in het bijzonder. En Jezus zelf is een vorm van een offer natuurlijk. God die zijn eigen zoon opoffert om de zonden van mensen weg te nemen. Dus dat idee van het offer brengen is een zeer universeel iets. Ook dit is een vorm van offeren. Jezelf tot bloedens toeslaan, jezelf verminken. De Sjiïten doen dat jaarlijks. Dat gaat er tamelijk heftig aan toe, zoals u wellicht wel weet. Het is van belang natuurlijk dat dat gezien wordt door andere mensen. Als je dat in je kamertje doet en niemand weet ervan, dan is het misschien een soort teken naar God toe. Maar dan mis je het punt dat de anderen moeten kunnen zien hoe loyaal, hoe authentiek jouw geloof wel is. Een extreme vorm is natuurlijk zelfdodingsterrorisme. Dus mensen die zichzelf opblazen, zien dat vaak ook. En door hun kringen wordt dat ook vaak zo gezien als het brengen van een offer. Dus ik wil toch de vraag stellen, hoe kunnen we dat begrijpen? In welke sfeer kunnen we dat duiden? Al bij al, als je dat aan die aliens moet uitleggen, of als zij dat zouden waarnemen, is dat toch een buitengewoon bizar iets, nietwaar? Dus dat is een eerste puntje waar ik wat wil op hameren. Religie leidt tot, of heeft zeer merkwaardige opvattingen en kan dus leiden tot zeer bizar gedrag. Ik heb al voorbeelden gegeven, ik verzamel er hier nog een paar op deze ene dia. Het geloof in djinns bijvoorbeeld, nog altijd wijdverspreid in de islam. Het geloof in een hindoeïstische groep, dat ratten eigenlijk gereïncarneerde mensen zijn, die worden dan gevoed en verwend in een bepaalde tempel. Het geloof rechtsbovenaan in relieken, zoals de lijkwade van Turijn, waarvan we weten dat het een middeleeuwse vervalsing is. Miljoenen mensen hechten er nog van. Wat is dat? Links onderaan ziet u een soort geestachtig wezentje dat in sommige stromingen binnen het boeddhisme waar men in gelooft. De Jivaro, die de hoofden van gedode vijanden verkleinen, omdat ze dan hun ziel zouden kunnen capteren. Heksenverbrandingen, ga zo maar door. Nomaden. Het behoort allemaal op een of andere manier tot religie. Op heel verschillende manieren. Manier, ja. Maar tegelijkertijd toch maar ook maar als niet iets religie. Professor, uw microfoon is gemute. Hij zit van achter niet goed. Kijk maar. Meneer, is die aan? Is die aan? Nu ben ik waarschijnlijk terug hoorbaar. Ja, dat klopt. Ja, maar ik denk dat iedereen gemute was, omdat verschillende mensen aan het praten waren. Hij zit te lullen, maar ik kan het niet horen. Ja, ik hoor u, mevrouw. Dus ja, ik denk dat het in orde is nu zo. Ja? Goed, de nadelen natuurlijk van een online lezing. Maar dus, u ziet het geloof in andere bovennatuurlijke fenomenen. Djinns, gekserij, het gebruik van talismannen, spiritgenezers enzovoort. Ik ga u niet te lang laten kijken naar die cijfers, maar u ziet het is over heel de wereld kent men dat soort al bij al vrij merkwaardige fenomenen.
Ik kan verder gaan natuurlijk. Denk aan de aanslag van 9-11 of rechtsbovenaan extremistische vormen van hindoeïsme. Onderaan verwijs ik even naar de kruisvaarten. Linksbovenaan ziet u de boekenreeks van de Duitse historicus Karl-Heinz Deschner over de misdaden van het christendom historisch. En dan zou men natuurlijk een discussie kunnen voeren over de vraag, ja, maar heeft dat wel iets met religie te maken? Dat is een vrij actueel debat in onze tijd. Denk aan het terrorisme van islamitische signatuur. Je kan natuurlijk zeggen, ja, dat heeft niks met de islam te maken. En zo kun je voorbeelden geven van andere religies natuurlijk ook. Ik vind dat een lastige. Ik denk dat het correcter is om te accepteren dat ook dat nu eenmaal tot religie behoort en dat religie dus de breinen van mensen kan opzadelen met misschien zeer goede ideeën die tot zeer goede zaken leiden, meer empathie, altruïsme enzovoort, maar evengoed natuurlijk kan aanzetten tot geweld. Het is allemaal religie. Ik verwijs daar even naar de No True Scotsman Fallacy. U kent dat misschien, dat is de drogreden die zegt, kijk, je kunt bijvoorbeeld een Schot definiëren als iemand die een rok draagt en bepaalde gerechten eet en whisky drinkt enzovoort. En als je dan zegt, ja, maar ik ken een Schot en die draagt geen rok, dan zou er kunnen gezegd worden, ja, maar dat is geen echte Schot. Dus je dekt jezelf als het ware in door een hele specifieke definitie te geven en alles wat daar niet onder valt, behoort dan niet tot dat wat het echt is. Dat is dan geen echte Schot. U begrijpt, dat is een beetje vals spelen. Hè? Als je dus zelf de krijtlijnen uitzet voor wat echt is en niet echt is. Ik denk dat het beter is om te erkennen dat religie een fenomeen is dat evengoed dus ook aanzet tot geweld en zelfdodingsterrorisme en aanslagen allerlei en ga zo maar door. Hè? Is religie universeel dat weten we misschien niet 100% zeker, maar alles lijkt er toch op te wijzen dat dat inderdaad zo is. Er zijn tal van antropologische studies ondertussen natuurlijk. Bijna elke cultuur over de hele wereld is wel al bezocht door wetenschappers, door onderzoekers. En overal heeft men wel een vorm van religie. Ik heb het nog niet omschreven, nog niet gedefinieerd, maar als het er is, herkent men het. Het is dan natuurlijk totaal anders in het Amazonegebied bijvoorbeeld dan bij de aboriginals of dan in het Westen of dan in Japan enzovoort. Maar het is allemaal herkenbaar als religie. Net zoals taal universeel is, er bestaat geen menselijk volk of een menselijke cultuur die geen taal kent. Maar de talen zijn natuurlijk onderling zeer verschillend. Alle 5.000-6.000 talen die we kennen, zijn allemaal zeer verschillend, maar allemaal zeer herkenbaar tegelijkertijd als taal, hè, met dezelfde functies enzovoort. Ik verwacht dus niet, als we nog een onbekend volk zouden vinden in Papua-Nieuw-Guinea of ergens in het Amazonegebied of waar dan ook, dat volk geen taal zou hebben. Dat zou zeer onwaarschijnlijk zijn. En idem dus wat religie betreft. Dat wil niet zeggen dat ieder individu religieus is. Hè. Dat is een andere vraag. Religie is een soort specifiek culturele eigenschap. Maar dat wil niet zeggen dat ieder individu religieus is. Ongetwijfeld veel mensen die hier luisteren zouden van zichzelf zeggen, denk ik, dat ze niet religieus zijn. Er zijn misschien wel genetische factoren. Daar is wel wat onderzoek naar gedaan bij eenige tweelingen enzovoort. Daar ga ik nu niet dieper op in. Maar het zou dus best kunnen dat je sensitiviteit, laat het ons zo zeggen, voor religieuze opvattingen en religieus gedrag deels genetisch is bepaald. Je hebt altijd variatie en waarschijnlijk kun je mensen op een housecurve uitplotten wat betreft de mate waarin ze vatbaar zijn voor religie. Dus religie is universeel, maar uit zich in bijzonder veel vormen, hè, zoals talen zich in bijzonder veel vormen uiten. Het Chinees is echt wel iets anders dan het Frans of het Engels enzovoort. Maar het is allemaal wel taal. Ik geef hier maar een paar symbolen gekoppeld aan diverse vormen van religie in de brede zin van het woord. Er zijn er natuurlijk veel meer. Hè. Een precieze telling
ga je niet vinden. Het is ook lastig, ja, wat ga je als een aparte religie beschouwen natuurlijk. Hè? Is de Bhagwan-secte bijvoorbeeld, of de Raelianen, ik zeg maar wat, Scientology enzovoort, beschouw je dat als een afzonderlijke religie? Dat is lastig natuurlijk. Hè? Maar een ruwe schatting wijst toch in de richting van een 10.000-tal verschillende religies in onze tijd. Het zijn er natuurlijk veel meer als je ook naar het verleden kijkt. Er zijn duizenden en duizenden religies ontstaan en weer verdwenen, nietwaar? En dan binnen de grote godsdiensten, denk bijvoorbeeld aan het christendom, zijn er vele duizenden afzonderlijke subdisciplines, zou je kunnen zeggen. De getuigen van Jehovah, tot het Rooms-Katholicisme, Anglikanen, Pentecostals, wedergeborenen, de Mormonen, noem maar op. Dat is allemaal, behoort allemaal tot het christendom, maar is tegelijkertijd toch allemaal buitengewoon verschillend. Hè. Er zijn vele duizenden goden bedacht, hè, door al die religies. Ik geef hier ook maar een klein overzichtje natuurlijk. U weet ja wat het gezegde zegt. Iedereen is atheïst natuurlijk, ook iemand die diep gelovig is, want ja, niemand gelooft in al die goden die ooit zijn bedacht. Hè. En een volbloed atheïst die is gewoon één god verder gegaan. Hè. Daar valt iets voor te zeggen. Of we dat nu willen of niet, als we onszelf vrijzinnig zouden noemen, de overweldigende meerderheid van de wereldbevolking noemt zichzelf nog steeds religieus. En dat zal ongetwijfeld niet meteen veranderen. U kent misschien de cijfers wel. De meeste mensen zijn christelijk, dan moslim, hindoe en dan allerlei andere religies. Dus dat is de overweldigende meerderheid. De cijfers ook hier zijn moeilijk om precies te pakken te krijgen. Of ze bestaan niet, of ze lopen uiteen. Hoeveel mensen noemen zich atheïst? Dat gaat van 5% tot 15%. Ik las ergens ook 16%. Het is moeilijk te zeggen natuurlijk. En ja, het is soms ook niet altijd duidelijk in studies wat men dan precies onder atheïsme verstaat. Hè. Want er zijn mensen die zichzelf atheïst noemen, maar dan toch tegelijkertijd aangeven dat ze in geesten geloven, in een hiernamaals geloven, in bovennatuurlijke wezens geloven. Dus ze geloven dan misschien niet in, ik zeg wat, de christelijke God of in Yahweh of Allah. Maar atheïst, zoals wij dat zouden invullen, zijn ze dan misschien toch ook weer niet. Dus hoe je draait of keert, het niet gelovig zijn is zeker in een minderheid. Hoewel het ook wel toeneemt. Hè. Dus in de Verenigde Staten zelfs, de voorbije 20 jaar, dat is misschien verrassend voor wie niet met die cijfers vertrouwd is, is de groep van de nons, mensen die zeggen ik behoor niet tot een of andere religie, sterk toegenomen. Nee, op nauwelijks 20 jaar is dat cijfer merkwaardig genoeg sterk gestegen. Goed, ik heb dus tot nu toe het woord religie eerder losjes gebruikt. Ik ga u niet te veel vervelen met de definitieproblematiek. Dat is al snel een puur academische kwestie voor een deel natuurlijk. Is religie hetzelfde als geloof? En wat is dan bijgeloof? Wat is godsdienst? Dat zijn allemaal boeiende, belangrijke vragen, denk ik. Maar ik ga er hier niet te diep op ingaan. Ik ga over religie, en dat is dus geïnspireerd vanuit die cognitieve wetenschap van religie, waar ik het uiteindelijk wil over hebben. Het volgende zeggen, het is lastig om één definitie te geven. Het is waarschijnlijk ook onverstandig om naar een definitie te zoeken. Het is eerder een begrip waarin je allerlei kenmerken of allerlei eigenschappen kunt van onderscheiden. Dus religie associëren we in elk geval met het geloof in God of goden. En daar hangt dan ook weer van alles aan vast. Hè? Want die God of goden hebben de werkelijkheid geschapen. Hebben kennis, hebben macht, hebben invloed, kunnen tussenkomen, kunnen ons doden, beschikken in meer of mindere mate over ons leven en ga zo maar door. Ook het geloof in andere bovennatuurlijke wezens, engelen, djinns enzovoort, komt over heel de wereld voor in alle religies. Het geloof in tussenpersonen, hè, dus ja, een beetje verder noem ik het vertegenwoordigers, hè, van een paus tot een sjamaan en priesters en rabbijnen en ga zo maar door. Het geloof in paranormale krachten noem ik het nu maar. Dus dat bijvoorbeeld God of de goden gedachten kunnen lezen of aan
telekinese kunnen doen, mirakels kunnen veroorzaken natuurlijk. Dus het geloof in mirakels, hè, dus de natuurwetten kunnen opgegeven worden of kunnen gewijzigd worden tijdelijk, is eigen aan religie. Het geloof in een vorm van leven na de dood, hè, associëren we er natuurlijk ook mee. Dat kan heel veel verschillende vormen aannemen, van reïncarnatie tot geloof in de christelijke hemel of het geloof in de vooroudercultus en ga zo maar door. Het geloof in interactie tussen de mens en het bovennatuurlijke. Het geloof in het dualisme vind je vaak, niet universeel per se, dus een onderscheid lichaam en geest. Het geloof dat wat eruit ziet alsof het ontworpen is, in de realiteit effectief ook ontworpen is. Dus een vorm van intelligent design, zouden wij nu zeggen. Het geloof in natuurkrachten, het animisme, dat de dingen bezield kunnen zijn in de natuur. En waarschijnlijk nog wel een aantal andere zaken. Dat is hoe je kunt over religie nadenken. En de vraag die centraal zal zijn gaandeweg in mijn verhaal is dus, hoe kan het dat mensen hierin geloven? Misschien toch nog definitorisch dit. Wij maken het onderscheid tussen religie, en ik heb u daar net iets over verteld, en godsdienst. En een godsdienst, dat is een geïnstitutionaliseerd iets bij ons. Hè. Het Rooms-Katholicisme bijvoorbeeld is een godsdienst, maar die natuurlijk op religieuze opvattingen steunt. Maar je moet die instituties niet hebben, je moet geen paus hebben, geen bisschoppen, kardinalen, priesters enzovoort, om over religie te kunnen praten natuurlijk. Je kunt dus ook een natuurreligie hebben die al die hiërarchieën niet kent en ga zo maar door. Maar het is wel van belang om te beseffen, in andere talen slaat men dat soms door elkaar. Bijvoorbeeld religion in het Engels wordt vaak gebruikt zoals wij het woord godsdienst gebruiken. En de Amerikaanse onderzoeker Michael Shermer, zal ik later nog opnieuw naar verwijzen, geeft de volgende definitie van religion, a social institution to create and promote myths, to encourage conformity and altruism, and to signal the level of commitment to cooperate and reciprocate among members of a community. Dat gaat meer in de richting van wat wij in het Nederlands onder godsdiensten verstaan natuurlijk. Dus ik denk in die betekenis, de betekenis van die Michael Shermer hier hanteert, betekenis van godsdienst voor ons, denk ik dat we het ontstaan van religie eerder moeten situeren in het tijdperk van de ontwikkeling van de eerste steden. Hè. Dus door het feit dat duizenden mensen gingen samenleven, die elkaar niet kenden, er ontstaat een problematiek van enerzijds samenwerking en vertrouwen, maar anderzijds natuurlijk ook een free rider problematiek. Hè. Je kan profiteren van het altruïsme van de ander. Dus je hebt systemen nodig om de cohesie intact te houden, anders zal je samenleving uiteenvallen. Je moet de meer negatieve tendensen in de menselijke natuur kunnen tegengaan. En de ontwikkeling van godsdienst zal daar niet vreemd aan zijn. Maar die godsdienst endt zich op religie. Dat is het standpunt dat ik hier naar voren breng. Dus die godsdienst komt niet uit de lucht gevallen. Dat zou ook zeer merkwaardig zijn, dat je out of the blue dat zomaar aan mensen kunt wijsmaken. Van weet je het al, er bestaat een god en die kan dit en die kan dat. En er is een hemel en ga zo maar door. En daarom moet je dus de regels volgen enzovoort. Dat zal niet gebeurd zijn zo. Het eindt zich, dat zal de centrale stelling zijn, op religie. De vraag is dan, waar komt dat vandaan? Heel kernachtig kun je de vraag stellen, ja, waarom zou iemand in God of een God geloven? Hè? En dan ook, ja, waarom zou je in djinns geloven, of in geesten, of in de hemel, het hiernamaals, in de ziel, noem maar op, alles wat wij daarmee associëren. Dit is een boek van Justin Barrett, een van de belangrijke onderzoekers binnen de wetenschap van religie. Zeer leesbaar, meerdere boeken geschreven. Dus het is een goede vraag. Hè? Waarom eigenlijk zou je daarin geloven? Hè? Omdat het al bij al, neem een beetje afstand, een zeer bizar iets is tegelijkertijd. Zeker als je weet, er zijn zoveel goden bedacht. Hè? We geloven, zelfs al geloof je in één of meerdere goden, je gelooft zeker niet in alle goden waar men nu nog in gelooft of die ooit bedacht zijn. Dus welke goede argumenten hebben we daar eigenlijk voor? En moest ik nu
een lezing kunnen geven op de traditionele manier, dan zou je kunnen vragen, ja, wat denken jullie? En de meeste mensen, of toch veel mensen, komen dan met dit soort verklaringen naar voren. Namelijk, dat bestaat, dat geloof, in God of goden, en bij uitbreiding dus alles wat wij met religie associëren, door indoctrinatie. Je neemt het als kind gewoon over van je ouders en zo word je dus christen of moslim of hindoe of wat dan ook. Hè. Dus als je op dit prentje hier ziet, ja, the only reason why religion is still around is omdat ouders of andere mensen van de groep waar je als kind toe behoort, je het opdringen via het onderwijs en andere systemen. Je pikt het gewoon op in je kindertijd, je raakt er dan niet meer van af. En je geeft het dan later gewoon weer door aan jouw kinderen. Dat klinkt niet slecht. Hè? Natuurlijk wordt er geïndoctrineerd en nemen de overweldigende hoeveelheid mensen die religieus is, heeft gewoon dezelfde religie als die van hun ouders. Hè? Er zijn wel mensen die zich bekeren enzovoort, of die afvallig worden. Maar je moet gewoon maar naar de kaart kijken hoe religie verspreid is. Religies verspreid zijn over de wereld en dan is het duidelijk. Je neemt het van je groep over. En bijzonder misschien op de eerste plaats van je ouders. Eenzelfde opvatting lees je hier, naar voren gebracht door Christopher Hitchens. Moest religieuze instructie of indoctrinatie niet toegelaten zijn tot een kind volwassen was, of in elk geval zelfstandig in staat was tot nadenken. We zouden in een andere wereld leven. En wat Hitchens hier bedoelde was, ja, dan zou religie misschien verdwijnen, misschien verdampen als het ware. En daar valt wel iets voor te zeggen. Hè. Stel dat je een volwassen persoon bent en je hebt nog nooit gehoord van het geloof van de getuigen van Jehovah, ik zeg maar wat, en ze bellen bij je aan en ze vragen, ja, heb je een beetje tijd? We zouden je graag iets vertellen. En ze vertellen je het hele verhaal over Jehovah, hun visie. De kans is niet zo groot dat je dus na een uurtje zegt, ja, enorm boeiend, ik ben blij dat jullie zijn langsgekomen. Ik word vanaf nu getuige van Jehovah, ik wist dat allemaal niet. Maar het lijkt mij zeer redelijk en plausibel. Dat zal u waarschijnlijk niet doen. Ja? Hoewel er wel mensen zijn die zich laten overtuigen. Dat is op zich wel intrigerend, ook door Mormonen en Scientology enzovoort. Hoe bizar dat ook mag zijn. Maar goed, er zit hier wel iets in natuurlijk. Hè? Mensen op volwassen leeftijd laten zich niet zomaar overhalen tot een of andere religie. Tegelijkertijd denk ik niet dat het waar is wat Christopher Hitchens hier naar voren brengt. In elk geval, als je accepteert wat de wetenschap van religie, de cognitive science of religie, te vertellen heeft, dan moeten we dit toch heel sterk nuanceren. Ja. Deborah Kieleman bijvoorbeeld is een van de belangrijkste onderzoekers binnen het gebied van de cognitive science of religion. En ik haal hier even een citaat naar voren. Zij zegt het volgende: religion primarily stems from within the person rather than from external socially organized sources. Dus het is, en dat is misschien contra-intuïtief en wat verrassend, hè? Het is niet zozeer, is het standpunt hier, iets wat je aanleert van anderen, je ouders, dus indoctrinatie enzovoort. Hoewel natuurlijk de content leer je wel aan. Maar de religieuze basisaspecten, die borrelen als het ware vanzelfs op. Dat is dus het centrale punt hier. Evolved components of the human mind tend to lead people towards religiosity early in life. Er zijn studies die duidelijk maken, ook kinderen die door atheïsten, zal ik het nu maar noemen, dus worden opgevoed, kunnen toch zeer spontaan zelf religieuze opvattingen ontwikkelen. Dus dat is het punt dat ik gaandeweg verder zal proberen toelichten. Het komt er dus op neer dat men in de cognitive science of religion naar voren brengt dat religie in zekere zin iets natuurlijks is. En in die zin ook iets besmettelijk is. Je neemt het heel sterk op. Het gaat bijna vanzelf. De vergelijking met taal is hier opnieuw zeer verhelderend, denk ik. Hè. Je leert natuurlijk wel de taal gaandeweg en over het algemeen van
die in je omgeving gesproken wordt. Hè. Je ouders spreken Nederlands, dus leer jij Nederlands of Frans of Engels of wat dan ook. Maar we weten uit studies van hoe taal verworven wordt, dat er niet zo geweldig veel stimuli extern moeten zijn. De kinderen beginnen op een vrij vroege leeftijd vrij spontaan te praten en leren tientallen woorden per dag zonder dat ze rechtstreeks aangesproken worden. Ze pikken het uit de omgeving op. Maar dat kan maar zo snel gaan, omdat ze reeds aangeboren, zie Chomsky enzovoort, aangeboren vermogens hebben die ons dus eigenlijk fundamenteel tot talige wezens maken. Anders dan chimpansees bijvoorbeeld enzovoort. Dus het is in die zin makkelijker om religieus te zijn. Het komt vanzelf. Hè? Makkelijker dan niet religieus zijn. Dat is iets wat je moet het in zekere zin afleren. Of je moet in elk geval de argumenten leren om in te zien dat er van alles aan schort en dat het redelijk gesproken niet erg waarschijnlijk is enzovoort. Dus hoewel religieuze inhoud vaak een soort fantastisch, fantasistisch karakter heeft, ik had het daar al over, nemen we toch vrij makkelijk op. Hè? Dat is een merkwaardig fenomeen. Dus dat is iets wat een verklaring behoeft. Hè? Dus dat verstandige volwassen mensen geloof kunnen hechten aan de basisaspecten van Scientology bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie daarmee vertrouwd bent, maar zoek het anders eens op. Het gaat over... Ja, dat is compleet van de pot gerukt. Over tetens, die dus een soort ziel die in uw lichaam, in de menselijke lichamen zijn terechtgekomen na een miljarden jaren oude kosmische strijd en dan iets met vulkanen en daar zijn dan atoombommen in ontplofte. Dat is slechte science fiction. En toch zijn er heel veel mensen die er oprecht van overtuigd zijn dat dat klopt. Rechts onderaan bijvoorbeeld ziet u het verhaal van Joseph Smith, de stichter van het mormonisme, die bezoek krijgt van een engel en die brengt hem koperen platen of gouden platen, naar gelang het verhaal. En hij vertaalt die dan enzovoort. Dat is een kinderlijk verhaaltje. Toch is het mormonisme een sterk groeiende... Ja, subdiscipline binnen het christendom, waar ook verstandige mensen geloof aan hechten. Links ziet u het verhaal binnen de islam over het vliegende paard waar Mohammed op zou gezeten hebben. Een kleine anekdote. Ik leg dat ooit eens voor aan een moslim die hartchirurg is. Verstandige, ontwikkelde man. En ik wou weten hoe wijdverspreid dat volksgeloof was binnen de islam. En het bleek dat hij daar zelf ook geloof aan hechtte. Hè? In een ja, beetje het equivalent van Jezus die op het water loopt of zo. Maar die man geloofde daar dus zelf in een vliegend paard met vleugels. En Mohammed had daar opgezeten enzovoort en was van Mekka naar Jeruzalem gevlogen. Of omgekeerd, daar wil ik nu vanaf zijn. Dus dit is een fascinerend iets. Hè. Hoe kan het dat hoogopgeleide vaak, verstandige mensen, redelijke mensen op alle vlakken, toch als het hierover gaat, soms heel bizarre opvattingen kunnen hebben. En de vroegere verklaringen, denk ik, schieten toch allemaal op een of andere manier tekort. Hè. Hier is een quote van de filosoof Bertrand Russell, die zegt, ja, religie, dat is iets uit de kindertijd van onze intelligentie als menselijke soort. Het zal verdwijnen als we de reden en de wetenschap als gids of gidsen aannemen. Dat klinkt opnieuw misschien zinnig, maar het klopt dus zeker niet. Hè. Het is wel zo dat er een verband is tussen hoe hoger opgeleid mensen zijn, hoe hoger geschoold ze zijn enzovoort, hoe minder vatbaar ze zijn voor merkwaardige religieuze opvattingen. Maar het verband is helemaal niet zo sterk als wat Russell misschien dacht of wat de mensen tijdens de verlichting, de filosofen in de verlichting, dachten. Hè. Dus iets dergelijks, too stupid to understand science, try religion. Het is misschien goed bedoeld, op zijn best komisch, maar het klopt niet. Hè. Ook zeer intelligente mensen kunnen religieus zijn dat ook vaak. En gebruiken dan natuurlijk een intelligentie om voor niet-religieuze mensen onhoudbare religieuze opvattingen op een intelligente manier te verdedigen. Hè.
If you could reason with religious people, there would be no religious people. Het klinkt goed, maar het is denk ik ook misleidend. We zouden ons hier ook moeten afvragen, ja, wat is die reden dan eigenlijk? En wat is redeneren? Hè? We weten ondertussen, de reden leidt niet zomaar tot de waarheid. De reden wordt vooral ingezet om zelf gelijk te proberen halen. Ook al strookt dat niet met de waarheid. Maar ja, goed, wat is dan de waarheid? Laat ons zeggen, inzichten die met de beste wetenschappelijke methodes zijn verkregen. Dit zullen de meeste mensen wel kennen. Hè? 18e, 19e eeuwse opvattingen. Feuerbach bijvoorbeeld, die zei, ja, mensen geloven in God omdat ze hun eigen eigenschappen als het ware uitvergroten. God is een soort volmaakte mens. Mensen zijn redelijk, God is volmaakt redelijk. Mensen zijn in staat tot altruïsme, God is volmaakt altruïstisch en ga zo maar door. Er valt daar allemaal wel iets voor te zeggen, maar het strookt natuurlijk niet met de enorme diversiteit van religie die je wereldwijd aantreft. Iets wat Feuerbach natuurlijk nog niet kon kennen. Marx, dat kent u allemaal, hè? Dus het is opium van het volk, hè? Niet voor het volk, maar van het volk. Mensen die onderdrukt zijn, economisch, die hebben religie nodig als troost, als het ware. Anders is het leven te hard en te moeilijk. Dat klinkt ook goed, maar dat klopt ook niet. Er zijn vele andere opvattingen, die van Freud bijvoorbeeld, antropologen Tyler, Fraser enzovoort, de socioloog Durkheim, antropologen zoals Clifford Geertz. Ik ga daar niet op ingaan, ik heb daar geen tijd voor. Ze hebben allemaal wel een waardevolle bijdrage geleverd, maar missen toch, denk ik, de kern van de zaak. Daarom denk ik dat cognitieve wetenschap van religie ons toch iets bijzonders, iets nieuws te bieden heeft. Hè? Waar ik dus straks toe kom. Nog iets wat je vaak kunt horen. Misschien denkt u dat zelf of heeft u dat vast al in een gesprek of discussie gehoord van mensen. Ja, mensen zijn religieus omdat ze schrik hebben voor de dood. Hè? Dus we kunnen dat niet aan. Dat ons leven eindig is. En hoe ouder je wordt, hoe dichter die dood komt. En dat is onherroepelijk, dat is onleefbaar. Je kunt eigenlijk de dag niet door, dat is terroriserend. En dus moeten wij een manier hebben om met die terreur van de gedachte, ja, wij zijn eindige wezens, te kunnen omgaan. En daarom bestaat religie. Hè. Men noemt dat de terror management theory van religie. Onderzoek toont ook aan, dat is vrij twijfelachtig, hè. Eén argument is, ja, mensen geloven ook in de hel. Hè, nog altijd, vroeger meer dan nu, maar toch nog altijd behoorlijk veel mensen. Wij leven in een omgeving waar dat niet zo nadrukkelijk aanwezig is, maar stel dat je in calvinistische, streng calvinistische middens in Nederland terechtkomt, ja, daar leeft dat wel nog. Hè. Zie Jan Siebeling bijvoorbeeld enzovoort. Enfin, niet Jan Siebeling zelf, maar zijn romans gaan daarover. Dus als je denkt dat je verdoemd bent als een orthodoxe calvinist en dat je voor eeuwig gaat branden in de hel, dan kun je nog toch moeilijk beweren, ja, ik heb dat geloof nodig als een soort terror management, want ik weet dat ik ga doodgaan. Ja, eerder het omgekeerde is hier het geval natuurlijk. Hè. Ook ouderen en andere opvattingen over het hiernamaals en het zogenaamde leven na de dood zijn niet per se troostend, hè, of nemen de angst niet weg. Het jodendom, zoals je het in het Oude Testament leert kennen, is er niet eens sprake van een hiernamaals, dus die troost is daar al niet. Of de Hades voor de Grieken bijvoorbeeld is helemaal geen aangename plek. Hè. Dus zij vinden geen troost in dat soort hiernamaals. Reïncarnatie biedt ook niet per se troost, hè, want je neemt je identiteit niet zomaar mee enzovoort. Dus die terror management theory klopt ongetwijfeld ook niet. Hè. Ik geef je nog een alternatieve visie. We zitten in onze tijd. Sommige, vooral neurowetenschappers, dus mensen die rechtstreeks op zoek gaan naar mogelijke plekken in het brein die met religie te maken hebben, hebben de gedachte naar voren gebracht dat er in het brein zelf regio's zijn die specifiek, als het ware, dienen, tussen aanhalingstekens, voor religie. Men heeft het zelfs in dat verband over een godspot. Hè. En als je die dan stimuleert
met de God Helmet, die is ontworpen door een paar neurowetenschappers. Dus je zet die op en dan stimuleert die helmet die bepaalde plekken waarvan men zegt, ja, daar bevindt het zich. En dan zouden mensen getuigen, u ziet het daar, dat ze een oceanisch gevoel krijgen of het gevoel van een diepere aanwezigheid. Ja, een soort mystiekachtige, transachtige ervaring zou dan opgewekt worden enzovoort. Er valt daar opnieuw allemaal wel iets voor te zeggen, maar mij lijkt het toch op termijn een doodlopend spoor om de fundamentele aspecten van religie te begrijpen. Hè. Ik stel hier een aantal vragen. Ja, hoe zou die spot, whatever it is, daar dan gekomen zijn? Waarom? Wat is dan de precieze functie ervan? Dat is allemaal onbeantwoord door die mensen. Je kunt, en nu kom ik gaandeweg tot de kern van mijn verhaal, je kunt misschien vanuit dat perspectief wel een antwoord hebben op een aantal proximate vragen. En dit is even technisch, maar ik zal het uitleggen. Maar we willen toch vooral een antwoord op de ultimate vraag. De vraag echt naar het waarom van religie. Het is interessant natuurlijk om te beseffen dat er plekken in het brein zijn die gestimuleerd kunnen worden, waardoor mensen ja, ervaringen kunnen hebben die we met religie associëren. Er wordt zelfs beweerd dat Paulus een epileptische aanval heeft gehad en op weg naar Damascus, je kent wel het verhaal, en dat zou dan de bron van het christendom gaandeweg geworden zijn. Hè? Dus dat is op zich wel intrigerend natuurlijk. Maar ja, een epileptische aanval is toch nog iets anders dan de gedachte dat er een plek is, een regio in het brein, specifiek voor religie. Hè? Zoals we dat voor taal hebben, Broca, Wernicke, voor emoties, de amygdala, en enfin, ga zo maar door. Dat er zo'n een deel in de hersenen zou zijn dat echt onze religieuze ervaringen reguleert en doet ontstaan, dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Hè. Hoe dan ook, het is een onbevredigende benadering. Hè. Wat fundamenteel is, is dat we dus een antwoord krijgen op de ultimate aspecten van religie. En ik leg u dat even kort toe aan de hand van de zogenaamde vier vragen die teruggaan tot de etoloog Nico Tinbergen, een Nederlands-Brits onderzoeker. Eerste helft 20e eeuw vooral actief. En Tinbergen zei, kijk, als je iets wil verklaren, dan moet je eigenlijk antwoord kunnen bieden op vier vragen. U ziet ze daar samengevat. Hè? En wat ons hier nu in het bijzonder interesseert, is en dat is wat ik bedoel met proximate en ultimate, is de vraag enerzijds, wat is het mechanisme? En dat zou bijvoorbeeld zo'n godspot kunnen zijn, moest dat bestaan. Maar de echte interessante vraag hier, die door de mensen van de Cognitive Science of Religion wordt gesteld, is de vraag, wat is eigenlijk de adaptieve waarde, als ze er is, van het fenomeen dat we willen verklaren, bijvoorbeeld religie? Dat roept dus meteen de vraag op natuurlijk, hoe is dat geëvolueerd in de soort? Dus niet, hoe komt het tot expressie in jou als individu, dat boeit mij hier minder. De vraag is, hoe komt het dat wij een soort zijn die, daar ben ik in het begin van mijn verhaal op ingegaan, die je kunt karakteriseren als religieus? Dat is dus de ultimate question. Ik licht het u nog wat toe met analogieën. Je kunt bijvoorbeeld de vraag stellen, hoe komt het dat zwaluwen, als het kouder wordt, herfst, winter, zich verzamelen en dan naar het zuiden trekken? Dan kun je een proximate antwoord geven. Je kunt zeggen, iets in hun brein reguleert de hormonale huishouding en als de temperatuur daalt of er is minder licht, dan verandert dat en dan gaat dat dus een causaal mechanisme triggeren, zodat ze van hier naar het zuiden vliegen. En dat is juist, als dat correct is, zoals je dat uitlegt, is dat juist. Maar dat biedt geen antwoord op de ultimate vraag, namelijk waarom zit dat mechanisme daar? Waarom vliegen ze überhaupt naar het zuiden? Waarom blijven ze niet gewoon hier? Het antwoord op de ultimate vraag hier ligt wat voor de hand natuurlijk in het evolutionaire verleden. Die hier gebleven zijn, hebben het niet overleefd. Die naar het zuiden getrokken zijn, wel, enzovoort. Dus soms is het relatief makkelijk. Soms is het natuurlijk moeilijker. Nog een voorbeeldje.
U ziet hier een salamanderachtige links en we weten daarvan, als die een pootje kwijtraken door een of andere ongeluk, dan groeit dat gewoon na verloop van tijd terug. Bij mensen, zie de foto rechts, is dat helaas misschien niet zo. Hoe komt dat? Hè? Waarom dat verschil? Dan kun je een proximate antwoord geven en zeggen, ja, salamanders hebben cellen die makkelijker delen enzovoort. Mensen hebben dat niet. Maar dat beantwoordt de ultimate vraag niet. Van hoe komt het dat het bij salamanders aanwezig is en bij mensen niet? Hoe komt het dat het in de ene soort geëvolueerd is, dat regenererend vermogen, en bij de andere soort niet? Ik ga die vraag hier nu onbeantwoord laten. Ik geef u maar een analogie natuurlijk. Ook over culturele fenomenen kunnen we die proximate en ultimate benadering naar voren brengen. Als ik u vraag, leg mij eens de piramiden uit. Stel, u bent een Egyptoloog of archeoloog en u zegt, ah, die piramiden die zijn 5000 jaar oud, die bestaan uit stenen. En die stenen zijn zoveel vierkante meter en die wegen zoveel ton. En die zijn ergens vandaan gesleept en er waren zoveel mensen bij betrokken om die op elkaar te stapelen, architecturaal op die en die manier enzovoort. Dan geeft u mij wel een zinnige uitleg, maar u begrijpt, ik blijf toch op mijn honger zitten. Wat ik uiteindelijk wil, of ook wil, is een ultimate benadering die de fundamentele vraag stelt, ja, maar waarom zijn die piramiden daar? Dus als u mij niet zegt, ah, dat heeft iets te maken met de farao's die doodgingen en daarin begraven zijn, als u dat buiten het verhaal laat, dan heb ik natuurlijk maar de helft van het verhaal. Dan blijf ik natuurlijk voor de helft op mijn honger zitten. Okay. Dus dit gaan we nu toepassen op religie. Ik ga nog een paar minuutjes daarover praten. Dan stel ik voor dat we even 5 minuutjes hoogstens poseren. En dan in het tweede deel komt dan echt de kern van de zaak, dus die cognitive science of religion. U begrijpt nu, denk ik, dat die neurowetenschappelijke benaderingen, waarbij men naar de gut part of the brain zoekt. U ziet hier een paar voorbeelden. Michael Persinger is iemand, een pionier op dat vlak. Hoe boeiend ook, dat is een proximate benadering. Interessant, mooie studies, toffe boeken, maar ze geven geen fundamenteel antwoord op de vraag waarom bestaat er zoiets als religie gekoppeld of eigen aan de menselijke soort. De boeken hier zijn boeken die proberen een antwoord te geven op de ultimate vraag. Dus het waarom, hoe komt het dat in ons geëvolueerd is? Mensen als Scott Atran, Pascal Boyer enzovoort. Dat zijn de, Justin Barrett bracht ik al naar voren. Dat zijn de mensen die u dan zou moeten lezen als u echt het diepere inzicht wil. Als je het vanuit evolutionair perspectief bekijkt, dan lijkt dit te kloppen natuurlijk. Het citaat daar van Marek Cohn. Namelijk dat het feit dat religie zo universeel bestaat, over heel de wereld verspreid is, dat er enorm veel tijd aan besteed wordt, dat het kostelijk is in vele opzichten, dat het pijnlijk kan zijn, dat het heel uw leven kan beheersen en ga zo maar door. Dus het is niet iets, het is geen fait divers, het is voor de meeste mensen niet zomaar iets marginaal of zo. Het beheerst veel mensen, miljoenen, miljarden mensen, hun leven in vele opzichten. Wel, zegt Marek Cohn hier, ja, dat wijst erop dat het iets adaptief is. Dus religie is iets adaptief op zichzelf. It suggests as vividly as a mandrel's bottom that religion may be adaptive. En de mandrel's bottom, dat ziet u daar rechts. Als u zich zo afvragen waarom heeft dat dier zo'n achterwerk, wel, daar zijn goede evolutionaire redenen voor. Dat is daar niet zomaar per toeval. Dus Marek Cohn maakt hier dezelfde redenering over religie. Dat vergt een evolutionair adaptieve verklaring, dat dient voor iets. Richard Dawkins brengt ook iets dergelijks naar voren. Kijk, er is geen enkele cultuur die de time-consuming, wealth-consuming, hostility-provoking rituals, anti-factual, counterproductive fantasies of religion niet kent. Wel nu, zoiets moet je dus darwinistisch benaderen. Je moet op zoek gaan naar het ultimate antwoord, dat is wat je fundamenteel wil. Dus wat we op de eerste plaats even gaan doen, is het
vraagstuk adaptationistisch benaderen. Dat stelt heel simpel de vraag, dient religie voor iets? Ten opzichte van overleving en voortplanting, dus vanuit evolutionair perspectief. We weten redelijk goed hoe de evolutionaire mechanismen, natuurlijke en seksuele selectie, gezorgd hebben voor het feit dat wij tanden hebben, dat wij een hart hebben enzovoort, dat wij emoties hebben. Dat is allemaal niet zo moeilijk om te begrijpen. Wij zijn nakomelingen van mensen en mensachtigen, verre voorouders, die deze eigenschappen in een of andere mate hadden, telkens met variatie. En dat was nuttig in die context, in die tijd. En vele aspecten daarvan zijn dat tot op de dag van vandaag. Als je nooit een hongergevoel hebt, bijvoorbeeld, dan leef je waarschijnlijk niet lang. Als je nooit pijn voelt, en dat bestaat, hè, mensen die geen pijn kunnen voelen, dan leef je niet lang en ga zo maar door. Dus dat adaptationistisch denken, dat is duidelijk voor die simpele voorbeelden. Maar kun je dat ook toepassen op zoiets complex als religie? Anders geformuleerd, in termen van evolutionair psychologen, kunnen wij religie reverse engineeren. Wat betekent dat? Dat betekent dat je dus de oplossing kent, maar je weet niet waarvoor de oplossing dient. Dus stel dat je naar die bekken kijkt van al die vogels hier, dan kun je door reverse engineering, dus omgekeerd gaan redeneren. Redeneren, kijk, die ene bek daar, die, van die vogel, dat dient voor iets, dat is een oplossing voor een bepaald probleem. Welk probleem? En dan kun je, als je een beetje kennis van zaken hebt, kun je deduceren, die ene bek die dient voor dit soort fruit op te eten, die bek dient voor noten te kraken, en ga zo maar door. Dus u snapt hier de logica natuurlijk van, en wij kunnen dat ook op die manier. Net zoals we het ook kunnen met culturele zaken. Als ik u dit toestel toon, misschien ziet u het meteen, misschien niet. Als we dat reverse engineeren, wel, de oplossing van dit toestel is, het dient om olijven of krieken of persen te ontpitten. Als ik u dat zeg, dan ziet u meteen in hoe dat zit. Dus we hebben dat hier vruchtbaar reverse engineered. Snapt waarschijnlijk ook wel iedereen natuurlijk, de connectie tussen een cassette en een potlood. Dit probleempje is ook reverse engineered. Dit is een oude machine om aan nierdialyse te doen. Ik ga er in vogelvlucht wat over. Het zijn simpele voorbeeldjes. Dit, u weet het misschien niet meteen waarvoor het dient, maar het is een oud toestel dat het geluid van poezen naar voren brengt. En dus om de 10 minuten of zo weer klinkt er een miauwgeluid van een poes. En men zette dat ergens om muizen en ratten weg te houden. Dus u ziet de oplossing. U kende niet meteen het probleem dat het oplost, maar ik heb het u net uitgelegd. Er zijn vele mooie voorbeelden. Darwin bijvoorbeeld kende deze orchideesoort, tropische orchideesoort, en voorspelde dat er een mot moet bestaan met een hele lange tong om die orchidee te kunnen bevruchten. En die is effectief jaren later ook ontdekt. U ziet ze daar rechts. Dat is ook een vorm van reverse engineering. En nu dus de cruciale vraag, hoe zou onze alien aan reverse engineering doen? Wat religie betreft natuurlijk, maar wij zitten in zijn geval. U begrijpt, misschien is het niet altijd mogelijk. Stel dat de alien in een museum een guillotine ziet, kan hij ooit het probleem achterhalen dat dit toestel moest oplossen? Dat lijkt weinig waarschijnlijk. Of stel dat hij dit vreemde toestel ziet, hij zou misschien merken, ja, het moet buitengewoon belangrijk zijn, het is een quasi-universeel iets, min of meer met variatie op. Dus het moet een belangrijk probleem oplossen. Maar als hij het niet echt kan observeren, dan kan hij waarschijnlijk nooit achterhalen welk probleem. Dus de vraag die we nu cruciaal gaan stellen is, kunnen wij religie op die manier reverse engineeren? Het wordt nu in zekere zin een beetje ingewikkelder. Misschien als u er nog nooit van gehoord heeft, kan het allemaal wat snel komen. Maar ik denk toch dat het allemaal wel te volgen zal zijn. Dus kunnen wij religie reverse engineer, dat betekent als religie een adaptatie is, als religie functioneel is, als ze een probleem oplost, welk probleem is dat dan? En hoe kan dat geëvolueerd zijn? Zou het
adaptationistische nut, als ik het zo mag noemen, van religie, wat zou dat kunnen zijn? Stel opnieuw dat we de oefening kunnen doen, dan denk ik dat ik dit soort antwoorden van jullie zou kunnen verkrijgen. Religie biedt misschien een verklaring voor mysterieuze, angstaanjagende fenomenen. Ja. Dus dat is een adaptief iets, dat is een mogelijke functie. Religie vult misschien gaten op in onze kennis. De God of the Gaps-theorie, allerlei vreemde zaken die we niet snappen, dat vullen we dan op die manier in. Religie reduceert angst en onzekerheid. Maar ook kan religie net angst aanjagen, om ons in het gareel te houden. Dus op die manier moreel gedrag afdwingen. Religie kan ook, en doet dat ook, voor groepsdifferentiatie zorgen. Er is bijvoorbeeld een theorie die zegt, en dat is nu wel heel toepasselijk, dat je daardoor, of dat we in onze evolutionaire geschiedenis, daardoor besmettingsgevaar vermeden. Dus je gaat niet om met degenen die een andere religie hebben. Dus religie is dan een soort marker van de groep waartoe je behoort. Dat is nu nog natuurlijk zo, uiteraard. En als er dus een bijbehorende gedachte is dat je niet mag omgaan met iemand of met een groep van een andere religie, dan vermijd je de kans of verklein je de kans dat je bepaalde besmettelijke ziekten misschien zou opdoen. En zo kunnen we nog wel een aantal bedenken, natuurlijk. Hè. Maar er is ook een andere invalshoek. En dat is de dominantste invalshoek binnen de cognitieve wetenschap van religie. En die zegt dat religie eerder een soort een bijproduct is of een neveneffect is. En nu moet u even opletten. Van psychologische mechanismen die op zich wel adaptief zijn, op zich rechtstreeks functioneel zijn door evolutie en selectie om goede redenen ontwikkeld zijn, maar die als neveneffect religie produceren. De navel bijvoorbeeld, ik geef een simpel voorbeeld, de navel is evident niet adaptief. Het is een neveneffect. De navelstreng is natuurlijk adaptief. Die is heel erg nuttig, anders ga je dood als embryo of foetus. Maar de navel is een neveneffect van het feit dat wij een navelstreng hebben. Iedereen snapt dat. Technisch spreekt men over spandrels. Dat gaat terug tot een artikel van Stephen Jay Gould en Richard Lewontin. Ik ga daar nu niet verder op in. Wat is een spandrel? Dat is de ruimte die u daar ziet. Als je bijvoorbeeld in een kerk of een kathedraal gaat en er zijn zuilen en er is een booggewelf, dan ontstaan er spontaan holtes, daar waar die pijlen, of ruimtes, daar waar die pijlen naartoe gaan, die zelf niet functioneel zijn. Die zuilen zijn dat, die bogen zijn dat, maar die ruimtes waar de pijlen naar verwijzen, die hebben eigenlijk geen architecturale functie. Ze ontstaan spontaan als een soort neveneffect. Goed. Dus de gedachte hier nu is, en ik zal dat verder ontwikkelen, dat religie eigenlijk een neveneffect is van een reeks mechanismen, zoals naar analogie de zuilen en de bogen, die natuurlijk dragende structuren zijn. Die moet je hebben, anders kan je bouwwerk niet bestaan. Dus wij hebben bepaalde psychologische vermogens, die moeten we hebben. We zijn nuttig, functioneel, adaptief, geëvolueerd, voor vrij duidelijke redenen. Maar religie en zich daarop rijdt mee, als het ware, en is in die zin een neveneffect. Maar het is ook niet zomaar een neveneffect. Het is wel iets complexer dan dat. Hè. Dus beter geformuleerd is de stelling, en die moet ik dus nog uitleggen, dat religie meerijdt met, hè, op gewone, normale, psychologische mechanismen. En dat is waarschijnlijk het meest dominante standpunt binnen de cognitive science of religion, maar zoals in alle bloeiende wetenschappelijke disciplines is er onderling natuurlijk veel discussie over. Ik zal u dat meer gaan toelichten. Belangrijk is, en dat is ook waar voor religie, als u de hele redenering volgt, dat iets wat een neveneffect is, natuurlijk gaandeweg zelf ook weer functioneel kan worden. Bijvoorbeeld, je kunt een piercing in een navel stoppen en dan krijgt die een functie. Of je kunt een beeld of een fresco maken in zo'n spandrel. Dan krijgt dat ook weer een functie. Dus iets wat op zich functieloos is, ontstaan is als neveneffect van wat anders,
kan toch weer op een andere manier dan zelf ook weer adaptief of functioneel worden. Dat is de kern van de zaak die ik moet toelichten. Dus we moeten ons goed afvragen wat de juiste vraag is, of juiste vragen zijn die we over religie moeten stellen. Ik geef u dat hier mee als volgt. Dat haal ik van Daniel Dennett in zijn boek over religie. Heel kort. U ziet daar links een microscopisch klein wormpje, de lancetworm. En rechts ziet u de levenscyclus en voortplantingscyclus van dat hele kleine diertje. En op een bepaald moment bevindt dat wormpje zich in een mier. Nou, de details doen hier nu niet toe. En als ze in zo'n mier, u ziet dat daar in die cyclus, terechtkomen, dan zorgt dat wormpje ervoor dat het die mier tot gedrag brengt dat zij anders nooit zou vertonen. Ze gaat namelijk afwijken van het normale pad dat ze volgt. En ze gaat op een graspriet kruipen en zich opheffen, zich zeer opvallend zichtbaar maken. Alsof ze per se opgegeten wil worden door een schaap of door een koe. Wat dan vaak ook gebeurt. U begrijpt, dat is omdat ze gemanipuleerd wordt door dat wormpje, want dat wormpje moet in zo'n koe of een schaap terechtkomen voor zijn cyclus, zijn levenscyclus. Die mier natuurlijk niet. Ja. Maar dus als wij de vraag zouden stellen, waarom doet die mier dat? Waarom is dat nuttig of functioneel voor haar? Dan stellen wij natuurlijk de foute vraag. Dat is niet de juiste invalshoek. En Dennett wijst erop, ja, je moet dus op dezelfde manier ook opletten met religie. En zijn stelling gaat richting de mimetica, die zegt, ja, breinen, menselijke breinen, kunnen gekaapt worden door ideeën. Net zoals de mier gekaapt werd door dat wormpje. En zelfmoord of zelfdodingsterrorisme is daar een voorbeeld van. Je kunt als het ware geïnfecteerd worden door de gedachte, ja, dit is wat jij moet doen, je opofferen enzovoort, jezelf laten ontploffen of zoveel mogelijk slachtoffers maken. Dat vergelijkt hij dus met het gedrag van die mier. Dat is natuurlijk een analogie. En wat contra-intuïtief, dit dus zegt, ideeën zelf kunnen eigenlijk proberen, bij wijze van spreken, om in breinen te geraken en van daaruit zich weer verder te vermenigvuldigen en verspreiden. Naar analogie, je moet hier ook weer de juiste vraag stellen. Als je dit ziet, een mot, en u kent het fenomeen, die naar het licht toe vliegt, tot ze zelfs haar vleugels zal verbranden, de vlam van een kaars terechtkomt en daar niet wegraakt. Wat is hier aan de hand? Als je de vraag zou stellen waarom wil die mot per se haar vleugels verbranden, dan is dat een slecht gestelde vraag. Als je de verklaring kent, met name dat, dit is vermoedelijk de uitleg ervoor, dat die mot eigenlijk een programmaatje heeft die haar doet vliegen ten opzichte van een bepaalde hoek van de maan. Normale lichtbron, voor er artificieel licht bestond. Maar die mot kent natuurlijk het verschil niet tussen maanlicht en kaarslicht. En dus zij hanteert dezelfde hoek om te vliegen ten opzichte van die kaars, maar voor ze het weet zit ze er voorbij, wat met de maan natuurlijk nooit kan gebeuren. Dus keert ze terug en dan doet zich hetzelfde voor en zo komt ze in een loop terecht tot ze in de kaars zelf invliegt. Dus je moet de juiste vraag stellen om dat gedrag te kunnen doorgronden. Ja. Dus u begrijpt wat ik hier genoteerd heb. Als de lancetworm dat breintje kaapt van de mier en artificieel licht kaapt de psychologie van de motten, wat wordt dan gekaapt of wat kaapt onze psychologische vermogens opdat religie ontstaat? Hè? Dus dat is een stelling binnen de Cognitive Science of Religion dat authentieke adaptieve functies, vliegen ten opzichte van de maan met een bepaalde hoek, is een adaptief iets voor een mot. Hè. Dat kan als het ware gekidnapt en gemanipuleerd worden. Hè. De koekoeksjong dat u daar ziet, dat is een mooi voorbeeld natuurlijk. Manipuleert mechanismen binnen dat vogeltje dat normaal zijn eigen jongen voedt en ga zo maar door. Hè. U snapt de logica hier. En de eerste die in boekvorm, vanuit een dergelijk perspectief, een studie heeft naar voren gebracht, is de antropoloog Stuart Guthrie.
Richard Boek in 1993, Faces in the Clouds, A New Theory of Religion. Dus een van de oorspronkelijke basiswerken van de cognitieve wetenschap van religie. En zijn stelling is als volgt. Wij zijn sowieso goed, wij mensen, in het spotten van echte gezichten. En dat, daar zijn breinregio's voor geïdentificeerd. En de evolutionaire logica die daarachter zit, is natuurlijk niet zo ver te zoeken. Gezichten, in het bijzonder van mensen, zijn voor ons zeer belangrijk. Hè? Mensen behoren tot de belangrijkste dingen in onze omgeving. Niet waar? Een mens is interessanter dan een boom, om maar iets te zeggen. Dus we zijn veel beter in het spotten van een mens dan van een boom. We zijn daar echt zeer goed in om een gezicht als een gezicht te zien. Maar de prijs die hiervoor betaalt, als het ware, is dat iets wat helemaal geen gezicht is, de vermogens die je hebt psychologisch om gezichten te zien en te herkennen als gezichten, kan kapen, kan kidnappen. Anders gezegd, het feit dat wij soms gezichten zien die helemaal geen gezichten zijn, ent zich, is een neveneffect van de vermogens, de reële vermogens die we hebben, om goede evolutionaire redenen, om gezichten te zien. Vanuit een andere invalshoek brengt men dat als volgt naar voren. Veel van onze psychologische vermogens, zoals bijvoorbeeld het kunnen herkennen van een gezicht als een gezicht, staat te scherp afgesteld, zoals een rookmelder. Die moet eigenlijk een beetje te scherp zijn afgesteld. Dat betekent, als er een sigaar aangestoken wordt, dan moet hij ook afgaan. Dat is niet nodig, want het is een sigaar. Het is geen echte brand. Maar als je zou zeggen, ja, hij gaat hier af, die rookmelder, bij een sigaar, dus ik ga hem een beetje minder scherp, minder gevoelig instellen, dan zal hij niet meer afgaan als er een sigaar ontstoken wordt. Maar dan riskeer je dat hij evenmin nog afgaat wanneer je huis in brand staat. Dus het moet een beetje too much afgesteld zijn om goed te kunnen functioneren. Ja. Een andere invalshoek om dat te begrijpen is het volgende. Men maakt hier het onderscheid tussen fouten van type 1 en type 2. Het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Een vals positief of een vals negatief. Stel je voor, je bent een wezen in de prehistorie, een menselijk wezen in de prehistorie. En je loopt rond op de savanne en je hoort geritsel in het struikgewas. Het zou een konijntje kunnen zijn, dus iets ongevaarlijks, maar het kan evengoed ook een sabeltandtijger of whatever zijn, iets echt gevaarlijk. Je doet er goed aan, is de redenering om in beide gevallen alert te zijn en weg te lopen. Je kunt je 100 keer vergissen, van 100 keer een konijn zijn en dan sla je op de vlucht voor niets, maar dat kan geen kwaad. Dat kan geen kwaad. Dit soort vals negatieven doen er niet toe. Maar stel dat je 1 keer, als er reëel gevaar is, er is echt een tijger of een leeuw, als je 1 keer denkt, het zal wel weer een konijn zijn, dan is dat een fatale vergissing. Dus je doet er goed aan om als een soort default positie er altijd vanuit te gaan dat het iets gevaarlijks zal zijn. Dus ons gevaardetectiemechanisme, zoals het brandalarm, staat iets te scherp afgesteld, net zoals het mechanisme om gezichten als gezichten te zien en ga zo maar door. Dus u begrijpt waar dit naartoe gaat. Guthrie's stelling in zijn boek Faces in the Clouds is dat wij van nature uit, dus om die psychologische redenen die ik hier heb samengevat, aan antropomorfisme doen. En dus veel meer intenties en doelen en plannen en betekenis enzovoort zien dan wat in realiteit bestaat. Om goede evolutionaire reden, maar het is een neveneffect. Dat u hier een borstel ziet die u een beetje kwaadaardig aankijkt, is op zich niet adaptief. Maar het gebeurt spontaan omdat je een reëel menselijk gezicht dat u kwaad aankijkt, moet kunnen herkennen. Net zoals het brandalarm ook moet afgaan als iemand een sigaar aansteekt. Dus dit zijn andere voorbeeldjes, zoals Faces in the Clouds. U begrijpt dus het antropomorfisme dat hier achter schuil gaat. Bij uitbreiding, stel dat er een komeet verschijnt. U ziet hier op het beroemde tapijt van Bayeux dat dus een historische gebeurtenis uit de 11e eeuw voorstelt, zoals u weet. Een afbeelding van de komeet van Halley. Mensen die er naar wijzen.
Dit is lang voor men wist wat kometen waren natuurlijk. Hè. Nog geen sprake van Newton en Halley enzovoort. U moet zich dat voorstellen hoe mensen dat vroeger interpreteerden. Het is niet abnormaal dat men dacht dat dat een boodschap bracht, dat daar een intentie achter zat, dat daar informatie aan gekoppeld was. Dus men interpreteerde dat op een antropomorfe manier. Iemand had dat gestuurd, dat bracht slecht nieuws. En over het algemeen gebeurt er dan ook wel iets waardoor dat dan nog lijkt te koppen ook. Hè. Dus men redeneert hier in termen van agents. En een agent is een subject hier, hè. Is een bewust iets of iemand met intenties, met doelen, plannen. En dat zit achter gebeurtenissen. Zoals het verschijnen van een komeet of het inslaan van de bliksem of wat dan ook. De huidige creationisten zijn daar een mooi voorbeeld van. Hè. Zo'n vorm van religieus denken. Het is er dus een aspectje van. Ik zal nog andere aspecten geven. Van hoe dus onze psychologie, dit is één aspect van onze psychologie, erdoor gekaapt wordt, als het ware. Creationisten doen aan designdenken. De natuur ziet eruit, een oog bijvoorbeeld, klassiek voorbeeld, alsof het ontworpen is. Wel nu, dan moet er ook een ontwerper zijn. Dat is agenticity, met een beetje een lelijke neologisme. Iets of iemand heeft dat bedacht en gemaakt. Als je daar tegenover de evolutionaire verklaring stelt, toevallige variatie waarop selectie inwerkt, dat is veel meer contra-intuïtief. Dat is een soort tegennatuurlijke verklaring. Dat gaat er niet zo vanzelf in. Daarom zijn we ook gevoelig voor complottheorieën. Een dramatische gebeurtenis betekent iets. Dat is niet zomaar random gebeurd, redeneert men. Er zit daar iets achter dat verborgen is, maar er zit iets agentachtig in, een intentie, een doel enzovoort. Complottheorieën hebben veel overeenkomsten met religieus denken natuurlijk. God zie je ook niet, maar hij zorgt ook voor allerlei zaken enzovoort. Dat is agenticity. Ik zou u een filmpje kunnen tonen, maar ik ga het niet doen wegens tijdsgebrek, maar u kunt het zelf wel opzoeken. Het Fawlty Towers, waar dus Basil, u kent hem, gespeeld door John Cleese, zich kwaad maakt op zijn auto. Zijn auto valt in pannen, maar hij moet ergens dringend zijn. En hij begint te vloeken op en zich kwaad te maken tegen zijn auto, gaat zelfs een tak halen om op zijn auto te slaan, om hem te straffen voor het feit dat de auto hem tegenwerkt. Hè. Dat is komisch, omdat u natuurlijk beseft, ja, die auto doet dat niet expres. Die auto heeft geen bewustzijn, geen intenties. Het is een automaat, een ding. Maar we herkennen het allemaal. Hè. U kunt zich ook kwaad maken op uw computer als hij u in de steek laat of als uw printer niet doet wat u wil enzovoort. Hè. Dat is antropomorfisme, zeer eigen aan mensen. En het opstapje naar religie is natuurlijk niet zo geweldig groot. Hè. Een ander aspect naar voren gebracht door cognitieve wetenschappers van religie is dit. Het feit dat wij, met een ingewikkelde term, een hyperactive agency detection device in ons hoofd hebben. Het een sluit hier aan op het ander, hoor. Zoals ik het hier zal opsommen, die psychologische eigenschappen die gekaapt worden en zo religie mogelijk maken. Betekent dus dat wij, net zoals we dus heel alert zijn om gezichten als gezichten te zien, Stuart Guthrie zijn stelling, zegt Justin Barrett, ja, we zijn op dezelfde manier zeer sterk gefine-tuned om dus agency te zien, omdat dat heel belangrijk is. Als iets of iemand reëel intenties geeft richting ons, dan doe je er goed aan om dat accuraat in te schatten. Maar als neveneffect zie je dat te veel. Hè. Het is opnieuw het brandalarm verhaal. Hè. Of het verhaal van de persoon op de savanne, konijntje of sabeltandtijger enzovoort. Dus die beer hier is natuurlijk niet aan het bidden voor sneeuw. Een beer bidt niet, een beer kan niet aan een hogere macht vragen. Laat het AUB sneeuwen enzovoort. Dat achten we toch buitengewoon onwaarschijnlijk. Maar je kunt het bijna niet verhelpen dat je deze foto's op die manier interpreteert. Waarom? Uw hyperactive agency detection device brengt u daar spontaan toe. Net zoals u hier misschien spontaan vrouwen in een burka ziet zitten op de bus. In werkelijkheid zijn het zetels. Hè? Iemand dat zich daadwerkelijk op die manier vergist. Hè? Het sluit aan bij wat de filosoof Dennett naar voren bracht in zijn boek The Intentional Stance. Het idee dus dat
wij als default positie eigenlijk op zoek gaan naar intenties. In het creationisme bijvoorbeeld kun je de intenties van de schepper aflezen uit de manier waarop hij de dingen geschapen heeft enzovoort. Dit kan je ook koppelen aan het idee van de theory of mind. Dat betekent dus dat mensen een opvatting hebben over het feit dat andere mensen een mind hebben. Ikzelf ook. En ik weet dat andere mensen ook een mind of een geest hebben, met een beetje een vager woord. We doen dus aan mind reading. Ik tracht als ik iemand anders zie boos kijken naar mij, of zie lachen naar mij, of iets hoor zeggen enzovoort. Ik tracht te lezen wat er in die persoon zijn of haar mind omgaat. Dat we dat naar mensen toe doen, is evolutionair zeer goed te begrijpen en is dus natuurlijk dus niet naast de kwestie. Maar dat we dat ook doen naar potentieel onbestaande wezens is opnieuw een neveneffect van het feit dat we überhaupt een theory of mind hebben. Ja? Het maakt manipulatie ook mogelijk. Het feit dat ik een theory of mind heb over andere mensen zorgt er ook voor dat ik die mensen potentieel kan beïnvloeden. Door dingen te vertellen, door dingen te doen, door gezichtsexpressies enzovoort. Als dat gekaapt wordt, dan zal ik bijvoorbeeld bidden om iets te verkrijgen van een god. Hè. Of ik ga iets offeren. Dus ik probeer eigenlijk iets te pakken te krijgen, iets gedaan te krijgen van een wezen dat niet bestaat, maar waarvan ik postuleer dat het bestaat, omdat mijn theory of mind module in het jargon van die psychologen als het ware doorschiet. Hè. U snapt het idee. Ik zou u opnieuw nog een filmpje kunnen tonen. Ik ga het weer niet doen van een aantal geometrische figuurtjes. Dit is gemaakt ooit door Heider en Zimmel, twee psychologen, lang geleden al. Geometrische figuurtjes die op het scherm bewegen. U kan dat opzoeken, u vindt dat makkelijk. En u kunt het niet verhelpen van door uw theory of mind van daar als het ware bewuste eigenschappen aan toe te kennen. Alsof die geometrische figuurtjes subjecten zijn die iets willen, iets beramen, een plan maken enzovoort. Dat doen zij natuurlijk niet. Het zijn geometrische figuurtjes. Maar omdat u dat vermogen geeft naar andere mensen toe, terecht bij wijze van spreken, schiet dat door en ziet u dat ook daar waar het helemaal niet zo zinvol is. Een onrechtstreeks bewijs of een illustratie daarvan is dat mensen die autistisch zijn, dus een spectrumstoornis, zoals u weet, maar dus in meer of mindere mate autistisch zijn. Een van de aspecten daarvan is dat zij moeite hebben met theory of mind. Ze kunnen zich moeilijker inleven in de mind van anderen. En uit onderzoek blijkt, er zijn nog niet zoveel studies, maar ze gaan toch in dezelfde richting, dat als je dus geen goed ontwikkelde theory of mind hebt, dat je dan ook minder vatbaar bent, als ik het zo mag zeggen, voor religieuze opvattingen. Het godsgeloof bijvoorbeeld is bij mensen die autisme hebben minder sterk aanwezig, omdat hun theory of mind niet gekaapt kan worden door de gedachte dat er een god is die ze dan kunnen beïnvloeden op een of andere manier door te bidden enzovoort. Dus u begrijpt hoe die studies het punt hier illustreren. Nog een ander aspect van de cognitive science of religion is het feit dat wij ook weer van nature uit geneigd zijn tot dualistisch denken. Als u dit kunstwerk ziet, u begrijpt onmiddellijk wat er aan de hand is. Er is iemand overleden en haar ziel stijgt uit het lichaam en zal naar een andere plaats gaan. Als u niet van nature uit dualistisch kunt denken, dan is dit een onbegrijpelijke kwestie natuurlijk. Hè? Maar zelfs al bent u een materialist in de zin van u denkt, de ziel bestaat niet als een spiritueel iets. Wat wij de ziel noemen, zijn eigenlijk eigenschappen eigen aan het brein. En geen brein, geen bewustzijn, geen geheugen, geen psychologie. Dus ook geen ziel, wat dat ook mogen wezen. Dat kan niet bestaan, los van het lichaam. Zelfs al bent u een materialist en gelooft u dus niet in dat dualisme, u weet niettemin perfect wat het betekent, natuurlijk. Hè. En de psycholoog Paul Bloom heeft studies gedaan waaruit blijkt, we zijn natural born dualists. En ook dat is iets wat dan zeer makkelijk kan
overgaan in religieuze opvattingen, of er een onderdeel van is, niet waar? Je moet ergens het geloof hebben dat je psychologische identiteit kan blijven bestaan, ook als het lichaam is verdwenen, om het geloof in het ja, paranormale, een hiernamaalsachtig iets, reïncarnatie enzovoort enzoverder, mogelijk te maken. Hè. Dus Paul Bloom heeft daarover studies gedaan. Ook het idee dat er entiteiten kunnen zijn, van geesten tot goden, die geen lichaam hebben, die niet materieel zijn, maar louter spiritueel, louter spirit, geest zijn. Het feit dat zo relatief makkelijk aanvaard kan worden door miljarden mensen, komt en zich op het feit dat we dus natural-born dualists zijn. Nog een ander aspect van de hele redenering is dit. U begrijpt, het hangt dus allemaal een beetje samen. We doen op een promiscue manier, zegt men dan, aan teleologie. Dat betekent dus dat we veel meer doeloorzakelijke redeneringen gaan maken dan wat eigenlijk gewettigd is. Dus we zien overal doelen in de natuur en in gebeurtenissen rondom ons, daar waar ze eigenlijk random zijn, waar ze willekeurig zijn. Ik heb er al op gewezen in een andere context. Deborah Kieleman bijvoorbeeld heeft studies gedaan bij kinderen. Als je aan kinderen bijvoorbeeld vraagt, ja, waarom zijn rotsen in de natuur vaak pointy, scherp en zo, je kunt er aan pijn doen. Als u wetenschappelijk geïnformeerd bent, dan kunt u zeggen, ja, dat komt door de geologische krachten. Hè. Dat heeft geen doel, dat is een neveneffect van de manier waarop die rotsen gevormd worden door oeroude krachten en ga zo maar door. Maar kinderen gaan dan ter plekke een uitleg bedenken zoals, ah, dat is omdat ze niet graag hebben dat de dieren er zouden opzitten enzovoort. Dus ze bedenken ter plekke functies, doelen, waarom dat zo gemaakt is, waarom dat eruit ziet zoals het eruit ziet, die makkelijker opkomen dan de verklaring dat helemaal geen doel of geen reden zou hebben. Hè. Bij uitbreiding, de quote rechts van Oprah Winfrey, I trust that everything happens for a reason, even when we're not wise enough to see it. Ja, dat is een vorm van promiscuous teleology. Dat alles uiteindelijk een doel, een reden moet hebben. Dat staat heel sterk in de natuurtheologie. Die bestond tot Charles Darwin er eigenlijk ja, theoretisch tenminste komaf heeft gemaakt. Mee heeft gemaakt met zijn boek On the Origin of Species. Maar in de psychologie van mensen, universeel, blijft dat natuurlijk gewoon bestaan. Hè? William Paley, bekende natuurtheoloog van rond 1800, schreef dus dit. Hè. We leven in een gelukkige wereld. Ik zal niet worden tegensproken wanneer ik opmerk dat de beste manier om het boek de natuur te begrijpen, die is die uitgaat van een welwillende en volmaakt intelligente auteur. Hè. Dat is een redenering die nu wetenschappelijk volstrekt verouderd is, maar die spontaan, intuïtief een neveneffect is van die psychologische mechanismen waar ik het hier over heb. Darwin gaat daar rechtstreeks tegen in natuurlijk. Hè. Hier verwijst hij naar de ichneumonidae. Dat is een sluipwesp hè, die ja, haar larven, levende rupsen en andere dieren laat opeten. En Darwin zegt, ja, ik kan toch niet geloven dat een almachtige God iets dergelijks zou hebben laten ontstaan. Hè. U ziet dat hier, dit zijn eitjes op zo'n rups en als die larven uitkomen, graven ze zich in dat diertje in. Dus Darwin wijst erop, ja, dit is toch iets wat helemaal niet gedesigned kan zijn door een god of door bovennatuurlijke machten of wat dan ook. Dat is natuurlijk juist, je kunt dit veel beter verklaren vanuit een evolutionair perspectief. Maar de default positie blijft toch zeer natuurtheologisch. Hè? Is het gelukt nog? Michael Shermer, ik ging er nog even op terugkomen. Oh, handig vergaderen zo. Dus Michael Shermer heeft het over paternicity. Dat is dus het feit, en opnieuw, het sluit ook weer aan bij wat ik al verteld heb, oh, dat we dus betekenisvolle patronen lijken te zien en te vinden, vaak daar waar die helemaal niet bestaan. Het is een neveneffect, hè, iets wat spontaan optreedt, te gevolg van het feit dat wij in staat zijn om patronen te zien die ook echt bestaan. Hè.
Dus we kunnen echte patronen zien, en dat is een goede zaak, maar de prijs die we voor betalen is dat we ook pseudopatronen zien. En we hebben het er zeer moeilijk mee om niet in die val te trappen. Bijvoorbeeld de iPod Shuffle van Apple moest geherprogrammeerd worden, terwijl hij nogthans helemaal random werkte. Maar random werken wil zeggen dat je dan ook eenzelfde liedje twee keer naar elkaar kunt horen. En dan denken, of van dezelfde cd of artiest, en dan denken mensen, ja, het is niet random. Dus heeft men hem moeten herprogrammeren, zodat hij minder random de liedjes koos. En zo wekte dat de indruk dat hij wel random werkte. Ons brein kan niet met echte randomness goed omgaan. Ja. Dus u begrijpt het punt hier, we geloven in foute patronen, omdat we psychologisch geëvolueerd zijn om correcte patronen te detecteren. Bijvoorbeeld dierlijke sporen in de prehistorie herkennen voor wat ze zijn, is ongetwijfeld was toen natuurlijk al zeer nuttig. Maar de prijs die je ervoor betaalt, is dat je dus ook patronen kunt zien die eerder pseudopatronen zijn. En we hebben maar weinig nodig om patronen te zien. Als u hier, ja, je moet misschien een beetje van op de juiste afstand kijken, dan kun je de Mona Lisa reeds herkennen, terwijl je toch maar heel weinig stimuli krijgt. Hè. Dus als je pseudo-input krijgt, zal uw brein evengoed betekenis creëren. Hè. Dit is een heel simpel, duidelijk voorbeeldje. Denk aan astrologie natuurlijk. Hè. Die sterren hebben onderling helemaal niks met elkaar te maken. Toch hebben we sterrenbeelden bedacht en gecreëerd, waar veel mensen dan allerlei betekenissen gaan aan hechten die helemaal niet bestaan. Dit kunstwerk van Marcel Marien maakt het ook duidelijk. U herkent hier onmiddellijk iets in, terwijl u weet, ja, dat is natuurlijk ergens ook absurd, nietwaar. Als ik u vraag om eentjes en nulletjes naar elkaar te zetten, puur random, dan is dat zeer moeilijk, omdat echt random te doen. Eigenlijk kunnen wij dat niet. Er zal toch altijd ergens een patroon in opduiken. Hè. Dus we hebben daar moeite mee om willekeurige reeksen als toevallig te herkennen. We gaan er een patroon in zien dat niet bestaat. Maar we hebben er ook moeite mee om ze te creëren. Hè. Dat verklaart waarom bijvoorbeeld mensen het woord Allah kunnen zien in de vacht van een lammetje. Of idem van, met een foto vanuit de ruimte, dat ze dat menen te herkennen. Het woord Allah of andere spreuken of teksten uit de Koran bijvoorbeeld, op foto's. Mensen zijn slachtoffer van het idee dat iets geen toeval kan zijn. Hè. De familie van André Hazes getuigt hier bijvoorbeeld dat André Hazes, dus de overleden zanger, het gezin nog volgt, hè, want er duiken allerlei tekenen en symbolen voortdurend op. De kans dat dat reëel is, is natuurlijk niet zo groot. Dit is veel makkelijker te verklaren door het feit dat ons brein nu eenmaal erop gericht is om patronen en verbanden en betekenis te zien. En als dat doorschiet, dan zie je veel meer dan wat eigenlijk realistisch is. Als u zoiets meemaakt, en dat is helemaal niet zo zeldzaam, omdat er nu eenmaal domweg zeer veel dingen tegelijk in de wereld continu gebeuren. Iemand die zichzelf op een kinderfoto van zijn verloofde spot, dus een foto van misschien 20, 25 jaar eerder. En op die foto is hij het jongetje dat daar op die luchtmatras aan het rondtobberen is. Heeft niks te maken met die kindjes vooraan. Maar tussen die kindjes vooraan bevindt zich dus zijn later vriendin, die hij maar heeft leren kennen, laat ons zeggen, tijdens studies aan de universiteit of wat dan ook. De kans dat je dan denkt, ja, het stond ergens al in de sterren geschreven, is wel begrijpelijk, nietwaar. Het is een van mijn favoriete voorbeeldjes. Een meteoriet die op een dak is gevallen in een huis, een beetje te zuiden van Parijs. En de familie die daar woont, heet Comet. Hè. Dus dat dan, ja, het is absurd tegelijkertijd, dat snapt iedereen, maar dat je dan denkt van, ja, dit is toch wel een erg bizar toeval, dus hier moet toch wel meer achter zitten. Het is te toevallig om toevallig te zijn. Dat is een normale menselijke reactie. Ja. Goed, een van de laatste aspecten, uitgewerkt door de Cognitive Science of Religion, waarop religie zich dan endt, is essentialistisch denken. Dat is het idee dat de dingen een essentie hebben, iets wat onveranderlijk is, waar vaak ook iets
sacraal aan toegekend wordt of een kracht mee geassocieerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan relieken of reliquieën. U ziet dat daar rechts. In het katholicisme kent men dat natuurlijk, maar ook in andere religies komt dat voor. Of heilige plaatsen en sacrale voorwerpen enzovoort. Mensen willen dat dan bekijken of beter nog aanraken of kussen. Dan kan je dat beschermen tegen van alles en nog wat. Amuletten en allerlei andere zaken. Dus dat is heel sterk aanwezig in religie over heel de wereld. Denk aan de ziel. Het idee dat we een ziel hebben is een essentialistisch iets. Iets wat onverwoestbaar is, iets wat kan blijven bestaan. Dat bijvoorbeeld in het reïncarnatiegeloof dan in een ander wezen kan terechtkomen. Of in de monotheïstische traditie is bijvoorbeeld in de hemel of de hel kan terechtkomen. Iets wat je, de kern van wie je bent bevat. En als u dus gevraagd wordt door de duivel om dat te verkopen, dan blijkt dat zelfs mensen die helemaal niet geloven in de duivel of het hiernamaals, of die zelfs niet geloven in de ziel, daar toch een zekere moeite mee hebben. Dus het is een vorm van magisch denken dat spontaan optreedt, omdat wij van nature essentialistisch denken. En waarom wij van nature uit essentialistisch denken, is opnieuw wel evolutionair te begrijpen. Het helpt ons om de dingen makkelijker te klassificeren en om makkelijker af te leiden wat ze wel of niet zouden kunnen doen. Sorry, ik heb dat te laat doorgehad, hè, dat jullie het geluid bij het filmpje blijkbaar niet konden horen. Ik vat het even kort samen. Hè. Je hebt misschien toch een beetje kunnen zien wat er gebeurde. Dus de duivel probeerde aan mensen een contract te laten tekenen. En dan kregen ze 10 of zelfs 15 euro om hun ziel te verkopen. En vrijwel niemand doet dat. Hè. Terwijl vrijwel iedereen natuurlijk wel weet, het is geen echte duivel en dat contract is niet echt. Je krijgt dus zomaar eigenlijk geld toegestopt. Maar mensen hebben toch moeite om de stap te zetten om een fake contract te tekenen om hun ziel voor 10, 15 euro te verkopen. In het bijzonder, als je, dat komt dan later nog wel in het filmpje, als je aan mensen vraagt, kijk, verkoop je niet de ziel van je kind of zo, dan krijg je daar nog meer geld voor. Dat doet men al zeker niet. Dus zelfs mensen die helemaal niet gelovig zijn, voelen zich daar toch zeer ongemakkelijk bij. Oké, ik moet een beetje de klok in de gaten houden, dus ik moet beginnen afronden. Wat ik u tot nu toe heb verteld, hè, over die paternicity, dat teleologisch denken, het dualistisch denken, het essentialistisch denken, dus al die psychologische mechanismen eigen aan ons mens zijn, heel normaal voor onze menselijke psychologie, kunnen dus als het ware gekaapt worden door ideeën, hè, zoals Daniel Dennett dat naar voren brengt, die dan uitgroeien tot wat wij religie noemen. Dat is dat antropomorfisme van Stuart Guthrie, waar we dan betekenis aan toeschrijven, dat we met rituelen proberen te manipuleren enzovoort. U kan daar dus al die eigenschappen van religie in herkennen. Dit is dus de religie als bijproduct, religie als neveneffect logica. Oké, maar nu tot slot nog, ik heb er al op gewezen, iets wat op zich een neveneffect is, die spandrels, weet u nog? Of de navel bijvoorbeeld, kan op zijn beurt dan toch adaptief worden. Ja, en dat is wat ik hier nu nog eventjes wil duidelijk maken. Het kan bijvoorbeeld een hard-to-fake signal worden. Iets wat je gebruikt als het ware, iets wat een functie krijgt om duidelijk te maken dat jij loyaal bent aan je groep toe. Dat je een authentiek iemand bent. Iemand die kan vertrouwd worden enzovoort. Als je dit soort fenomenen ziet, dat komt heel veel vaak voor in religie, initiatierituelen, waarbij men slangen moet hanteren bijvoorbeeld. Ja, wat keer even terug naar deze foto, of kinderen onderdompeld in ijskoud water. U begrijpt, dat is een hard-to-fake signal. Je kunt dat niet faken, je kunt niet doen alsof dat is iets authentiek. Hè? Dus mensen tonen daarmee, volwassenen via hun kinderen, kijk, ik meen het, ik laat mijn kind dat ondergaan. Of hier de snakehandlers, zoals ze heten, een protestantse gemeenschap in de Verenigde Staten. Je moet een authentieke believer zijn, anders ga je niet met die slangen omgaan, want het zijn gifslangen en soms gaan er ook mensen dood. Dus het is een hard to fake en costly, gevaarlijk zelfs,
signaal naar de anderen toe. Hè. Dit is ook wel interessant natuurlijk. Er is zo'n snake handling preacher veroordeeld omdat hij zijn vrouw heeft proberen te doden met zo'n slang. Ja, het is moeilijk om uit te maken hoe je dit precies moet interpreteren natuurlijk. Hè. Maar dus u snapt waarom ik die voorbeelden geef. Het zijn voorbeelden van iets wat op zich adaptief wordt, maar eigenlijk voortkomt uit wat zelf een neveneffect is. Ja. En zo zijn er nog andere voorbeelden van het mogelijke adaptieve karakter. Religie bijvoorbeeld, die een morele orde oplegt. Hè. Dat is een stelling van Jesse Bearing, ook iemand actief in de Cognitive Science of Religion. Dat kun je in heel veel voorbeelden aantreffen. Hier bijvoorbeeld totempalen die meters hoog uitsteken. En mensen dus constant in de gaten houden, vrij letterlijk. Hè? Zoals ja, dat gekende beeld van God ziet mij, hier vloekt me niet. We weten dat als mensen zich bekeken voelen, dat ze zich dan makkelijker gedragen volgens sociale normen. Het volstaat bijvoorbeeld om op de muur van een openbaar toilet 3 stippen aan te brengen, zoals u daar ziet. En dan zullen mannen in het bijzonder, bij mannen is het getest, al sneller en meer zorgvuldiger enzovoort hun handen wassen. Omdat ze onbewust in dit geval hier natuurlijk bekeken worden. Dus u snapt dat de normerende functie van religie ook die richting kan uitgaan. Ja, dit ga ik overslaan. Dit is echt het laatste wat ik u nog wil vertellen. Dit alles samen kun je nu interpreteren vanuit het perspectief dat wij een soort zijn, en ik heb daar een essay over geschreven een paar jaar geleden, een soort zijn die bijzonder goed en creatief is in het bedenken van verhalen. Ons brein is een verhalenbedenkende biologische computer, naast allerlei andere dingen dat het brein doet. En het feit dat wij dus zo verzot zijn op verhalen en ze ook zelf makkelijk bedenken, daar vind je al die zaken in die ik heb behandeld. Die theory of mind, mentale manipulatie, dat teleologisch denken, patternicity enzovoort. Als je een roman leest, dan gebruik je al die mechanismen. Maar dus allerlei losse zaken gaan wij vrij spontaan tot een verhaal samenvoegen. De hele wereld heeft mythologische verhalen bedacht. Geënt op al die psychologische eigenschappen die ik hier heb aangehaald. Hè. Je kunt vele voorbeelden geven uit onze tijd. We zien dat quasi onder onze ogen gebeuren. De cargo cults bijvoorbeeld zijn bekend. Hè. Dus op eilanden in de Pacific, dat de native people spontaan verhalen bedenken om betekenis te geven aan de cargo, dus schepen en vliegtuigen van westerlingen, Amerikanen in het bijzonder, die daar aankomen. Maar je kunt vele andere voorbeelden geven. Zie de lijst van de New Religious Movements. Dat is een hele lange lijst. Dus nieuwe religieuze bewegingen, sectarische groeperingen uit onze tijd. Hè. Dat is bijna als paddenstoelen uit de grond. En die mensen hebben allemaal een eigen verhaal bedacht. Hè. Dit bijvoorbeeld is nog altijd de cargo cult. Hè. Die mensen maken satellieten na en vliegtuigen. En brillen en helmen enzovoort, in de veronderstelling dat ze dan ook de goden kunnen manipuleren, dat de cargo dan voor hen zal komen, want die is eigenlijk gestolen. En er is een figuur die ze John Frum noemen, een soort Jezus-figuur enzovoort. Dus die mensen die waren toen ter tijd nog, eerst de 20e eeuw, ja, ongeletterd, leefden bij wijze van spreken in de Stone Age, maar bedachten dus op hele korte tijd, naar aanleiding van Amerikaanse soldaten die daar gestationeerd waren, hele ingewikkelde mythologische verhalen. En wij kunnen dat misschien zelfs een beetje komisch vinden. Hè? Dus hier bootsen ze dus Amerikaanse militairen na die drilloefeningen houden, maar zij interpreteren dat als rituelen om dus de goden te manipuleren. En bij die Amerikaanse soldaten werkte dat, want er kwamen vliegtuigen en schepen en die locals dachten nou, dat komt door die rituele oefeningen, terwijl dat eigenlijk militaire driloefeningen waren. Zij bootsen dat na. De effecten blijven uit, maar dat geeft niet. Ze blijven wachten. Hè. We kunnen dat van op afstand zeer primitief vinden, maar het is natuurlijk iets wat je in alle religies kunt herkennen. Hè. Je moet alleen maar een beetje voldoende afstand nemen. Hè. Bizarre vormen van kledij en gebouwen die gebouwd zijn speciaal om manipulatie van het bovennatuurlijke mogelijk te maken en ga zo maar door. Oké,
Dit is echt het laatste wat ik u nog wil vertellen. Wat leert de cognitieve wetenschap van religie ons? Als u het nog volgehouden heeft, wel, ze leert ons dat we eigenlijk als menselijke soort vrij spontaan in God, goden, het bovennatuurlijke gaan geloven. Zelfs al zou je dat, stel, gedachteoefeningetje, in één klap kunnen uitroeien. Niemand gelooft nog in ook maar iets wat religieus is voor een bepaald moment. Dan zal de volgende generatie, via kinderen, toch spontaan religies bedenken. Het zal niet meer het christendom of de islam of wat dan ook zijn. Het zal iets anders zijn, zoals er ook nu nieuwe ontstaan, maar die enten zich natuurlijk op wat er al bestaat. Maar het zal, from scratch, zal er allerlei religieus opnieuw bedacht worden, is de stelling. Ja. Tweede puntje, u begrijpt, de cognitieve wetenschap van religie toont niet aan dat God of goden of het bovennatuurlijk, dat allemaal niet bestaat. Dat is eigenlijk een andere kwestie. Ze toont aan hoe het spontaan ontstaat vanuit de werking van het menselijk brein. Natuurlijk heeft dat niettemin wel een, wat ik noem, een religie-ondermijnend karakter. Je kunt dat vanuit het perspectief van het schema's van Occam benaderen. Wat is de meest voor de hand liggende verklaring voor religie? Je zou kunnen zeggen, ja, het feit dat God echt bestaat en al die andere goden ook, en de djinns en de demonen en de engelen en de mirakels en de hemel bestaat allemaal echt. Dat is een mogelijke verklaring. Maar de meer economische verklaring, en dat is toepassing van het schema van Occam, met wat we nu weten dankzij de cognitieve wetenschap van religie, is ja, het is meer waarschijnlijk dat het een spontaan neveneffect is van de werking van normale, gezonde menselijke breinen. Ja. Men zegt dan soms ook, you can't prove a negative. Ja, hoe ga je bewijzen dat God niet bestaat? Dat is stof voor een andere lezing natuurlijk. Ik denk dat het er een beetje van afhangt hoe je een God definieert. Hè. Je omschrijving van een God kan logisch intern contradictorisch zijn of in strijd zijn met wetenschappelijke opvattingen enzovoort. Dus you can't prove a negative. Ik denk dat je dat soms wel kunt natuurlijk in deze context. En hoe dan ook ligt de bewijslast bij mensen die er geloof aan hechten. Dus ik keer even terug naar het begin. De soms zeer bizarre opvattingen van religie. Het is aan mensen die daar geloof aan hechten natuurlijk om de argumenten naar voren te brengen die hun beliefs ondersteunen. Wetende wat we weten dankzij Cognitive Science of Religion. En volgens vele auteurs is het voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis dat we een echte wetenschappelijke benadering hebben van het fenomeen religie. Ik heb dat hier maar kort kunnen samenvatten eigenlijk. Het is ook testbaar en tot op zekere hoogte. Ik heb één voorbeeldje gegeven met die autisme-studies, maar er zijn nog andere kwesties. Dus het is misschien voor het eerst dat we echt een wetenschappelijk vat kunnen krijgen op het fenomeen religie. Zo, ik zou het hierbij willen laten, want al bij al heb ik al vrij lang gesproken. Ik dank u zeer voor uw aandacht, allemaal. Dank jullie voor de organisatie en de uitnodiging. En iedereen die heeft geluisterd, die het zo lang heeft volgehouden, dank u wel. Ik heb zelf het gevoel dat ik, ook al heb ik vrij lang gepraat, dat ik toch veel meer tijd nodig had om meer in detail al die zaken te behandelen. Maar ik hoop, dat is misschien het beste wat u kunt doen. En dan moest ik dat effect hebben, zou ik zeer blij zijn dat u misschien zelf eens op zoek kan gaan, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, naar literatuur. Hè. Sommige van die mensen die ik hier heb aangehaald zijn ook vertaald. Hè. Als u liever in het Nederlands leest, het boek van Pascal Boyer, het boek van Jesse Bering bijvoorbeeld, en nog andere die bestaan gewoon in het Nederlands. En u kan die makkelijk vinden. En dan zal wat ik verteld heb nu echt in Vogelvlucht, Zeven Mijlslaarzen, ongetwijfeld dieper inzinken. En ik hoop dus dat u getriggerd bent in elk geval om zelf verder op zoek te gaan naar informatie over de cognitieve wetenschap van religie. Zo, dank u wel allemaal en tot de volgende keer.